Project Mobil is ontstaan uit een vraag van de retailactiviteit binnen Dieter Automotive om hier in het zuiden van Brussel een flagship te hebben voor de merken Seat, Cupra, Skoda en Volkswagen. Duurzaam bouwen is zeker een must voor Dieter en IMO en staat centraal in onze strategie, in onze invest and hold strategie op lange termijn. Het is een holistische aanpak die we moeten toepassen. Want als we vandaag die stap niet zetten, dan gaan we morgen met een portefeuille zitten die absoluut niet meer up-to-date is en die niet kan voldoen aan de noden van morgen. Voor de voetafdruk, de ecologische voetafdruk van het gebouw zijn we niet alleen gaan kijken naar het operationele luik, maar ook naar de embedded carbon. We zijn bijvoorbeeld naar de gevel gaan kijken, ook hoe dat we daar oplossingen konden bieden om die voetafdruk naar beneden te halen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor low carbon glas, die met een zeer lage afdruk geproduceerd is door het gebruik van gerecycleerd glas. Al deze ambities die we van in het begin in het project hebben meegenomen, vanaf het ontwerp tot de uitvoering hebben geleid, dat het project uitgeroepen werd als laureaat voor de wedstrijd B-Circular in Brussel, maar bovendien ook als een BREEAM outstanding score van meer dan 94% hebben geleid.